Hé, hey, toevallig staat hier gewoon een motor. En er staat ook nog aan. Wat gek. Wat frappant. En het is ook nog een hele gunstige motorvlogmotor. Want ik kan gewoon de snelheid niet zien. Oeh. Ik heb nou niet bepaald regenbandjes, dus ik glibber alle kanten op als ik hier gas geef. Het is wel een beetje vervelend, die zon zo laag in de berg hangend, jongen. Ik word er wel een beetje helemaal gallisch van. Gallisch. Met een g. Niet met een g. Met een g. Met jouw gallisch. Ja. Oh, spannend! Oeh, 90 graden bocht. Wauw. Oh, snap je? Ik hou van de quickshifter op de ding, hoor. Oh, wat een lekker ding. Wat een lekker ding? Ja, lekker ding. Het is gewoon een lekker ding, ja. Dit is Toto, hè. Afrika. Ja, jongen. Kan het wel of kan het geen kwaad dat je op videobeeld te hard rijdt? Gewoon snel rijden hoort een beetje bij motorrijbewijs. Het zal niet iedereen het mee eens zijn, maar dat is in ieder geval het gros zal dat wel begrijpen. Gewoon hard rijden op een motor, dat snap je pas wanneer je het gedaan hebt. En dat, ja, ik bedoel, kan je daar vanaf een filmpje strafrechtelijk voor vervolgd worden? Nou, blijkbaar wel, als ze kunnen achterhalen wie het was. En dat is bij mijn filmpjes niet zo moeilijk. Tenminste, het zijn allemaal aannames. Ik bedoel, je gaat ervan uit dat ik degene ben, ik, genaamd Patrick, degene ben die nu op de motor rijdt. Maar ja, je weet het nooit zeker natuurlijk. Het kan natuurlijk ook gewoon een voice-over zijn dat je hoort. Weet jij veel? Ik bedoel, misschien is dit wel een filmpje van totaal iemand anders met alleen een voice-over. Je weet het niet. Ik weet niet of het wel of geen kwaad kan als ik filmpjes online zet van illegale dingen doen. Ja, dat is gewoon best lastig, want dat weet ook niemand. Dat is het probleem. Er zijn mensen strafrechtelijk vervolgd. Want wat is dan eigenlijk het probleem? Is het probleem het idioot rijden? Is het probleem de snelheid? Is het probleem het beeldmateriaal? Want ik weet zeker dat ze ermee weggekomen waren als ze het niet op internet gezet hadden. Dat is zo makkelijk is het. Weet je? Je gaat jezelf filmen dat je illegale dingen doet. Nou ja, dat doe ik ook regelmatig. En als je dat wel doet, zoals ik, wat zijn dan de mogelijke gevolgen ervan? Dat ben ik wel benieuwd naar. Want als het wel daadwerkelijk illegaal is en vervolgd kan worden. In hoeverre is dat dan mogelijk? Ja, ik heb dus een filmpje van dat ik gemiddeld te hard rijd op in een 60-zone. En ja, stel ik zet dat filmpje zet ik online. En de politie die ziet dat en die zegt, nou, die man die krijgt daar een bekeuring voor. Maar dan upload ik nog iets meer van het beeld. En dan zie je dat ik daar al op dat punt ter plekke een bekeuring voor heb gekregen. Dan is er een dikke loophole, want dan krijg je twee keer voor exact dezelfde, nou ja, overtreding. Met hetzelfde overtredingsnummer en weet ik het wat, krijg je dan twee keer een bekeuring voor exact hetzelfde moment. Dat kan toch niet? Volgens mij is beeldmateriaal op zich niet te gebruiken om een bekeuring of wat dan ook voor te geven. Maar je kunt het wel gebruiken als bewijs om een onderzoek te starten. En als we dat onderzoek dan gestart hebben, kunnen ze naar getuigen of bewijs op zoek gaan. En als ze dat hebben, dan ben je de lul. Dan even klagen over YouTube, et cetera, over het hele kanaal, weet ik veel wat allemaal. Zoals je misschien wel hebt gemerkt, de laatste paar jaren heb ik regelmatig een paar weken lang geen filmpje geüpload. Want ik zit een beetje in dubio, van moet ik nou elke week proberen een filmpje op te nemen, ook al heb ik geen beeldmateriaal, om een beetje actief te blijven, zeg maar. Dat ik gewoon maar een dagje wat ga doen, omdat ik anders geen filmpje heb. Of moet ik gewoon alleen wat opnemen wanneer ik daadwerkelijk wat heb? Want er zit nogal een verschil in. En over het algemeen heb ik altijd gedaan van ik neem wat op wanneer ik wat heb. Of ik maak een filmpje wanneer ik daar leuk materiaal voor heb. Dat heb ik over het algemeen altijd gedaan.
Maar in dit geval denk ik ook van, ja, yeah, hè, mag ook wel gewoon een keertje niet. Maar aan de andere kant denk ik, dan ben je zo lang niet actief. En dan wanneer er een keer wel een filmpje komt, dan zijn mensen je al vergeten. Weet je wel, van, oh, Dutch Riders, dat bestaat ook nog. Maar ja, soms dan heb je gewoon geen leuke content en dan komt er ook gewoon geen filmpje. En af en toe is dat 2 weken lang, want sommige mensen die snappen niet dat ik ook gewoon 40 uur in de week werk. Maar ja, YouTube is niet fulltime of zo. Ik weet niet waar je dat idee ooit vandaan gehaald hebt. Hé, hey, een brommer. Zal ik een stukje racen tegen die kerel? Ja, ik ga racen tegen een brommer. Dat is eerlijk. Hij durfde dit. Wat saai. Wat saai. Hoezo durfde hij dit? Even muziekje op. Ik heb mijn handen allemaal wel veel te kut. Ik kan gewoon niet langs. Heb ik eerst mijn muziek zo zacht ineens? Waarom is mijn muziek zo zacht? Wat is dit voor poep? Geen stop. Stond maar op heel weinig volume. Ja, dat is beter. Dat is beter. Nu hebben we ook een beetje afstand op de volk voor mij. Dus, dan kan ik jou vertellen dat voor deze Smiley een 2 komt te staan. Ja, dit is niet echt heel veilig, zo zeg maar. Heb ik nog cruise control op deze snelheid? Nee, dan moet ik in de 4 zitten. Zo, nou kunnen wij veilig gaan doen. Hey! Woehoe. Oh ja, ik heb nou TSC op 3, wat kut. Dat is wel heel leuk. Als in dat je geen wheelies kan doen, is het betrouwbaar, maar... Wee. Nou jongens, laat ik maar gewoon weer even de cruise control aanzetten. Lijkt me verstandig. Er staat daar een bordje met controle, maar volgens mij doen ze dat hier echt nooit. Maar ja, gewoon voor de zekerheid ga ik hem zo doen. Ik vind het wel goed zo namelijk. Om even te compenseren voor hoe ik net heb gereden, moet ik eventjes rustig rammen. Is dit een artikel 5? Ik vind het niet. Ik heb die motor compleet onder controle. Ja, kijk, ik kan naar links, ik kan naar rechts, en ik kan ergens ertussenin, oftewel rechtdoor. Een bochtje, oei! Oké, zal ik maar gewoon stoppen met zo stom doen. En levensgevaarlijk, hè? Vergeet dat niet! Want er is al zo weinig om dood aan te gaan, hè? Wauw! Bochtje! Oei! Oké. Ja, jongens, godver.